De Antwerpse prof Frank P. wordt ervan verdacht dat hij een chatroom organiseerde waarin deelnemers kinderporno uitwisselden. Hij zit daarvoor nu in de cel. Volgens de man maakte ook acteur Guy van Sande actief deel uit van de chatroom. Van Sande ontkent dat en is vrij onder voorwaarden. Tijdens een confrontatie van morgen in Veurne van goed 2 uur komt de prof nu deels terug op zijn eerdere verklaringen, bevestigt de advocaat van Sande. Het resultaat van deze confrontatie kan mijn inziens, en ik wil het geheim van het onderzoek niet schenden, maar enkel positief zijn voor meneer Van Sande. Dus hoop ik dat het Openbaar Ministerie de goedheid heeft en de correctheid heeft om eveneens te communiceren over die confrontatie. Van Sande was schepen in Edegem. Nadat zijn naam viel in deze zaak, nam hij ontslag uit zijn politieke functies. Ook zijn carrière als acteur is voorbij, zegt zijn advocaat. Ik kan me inbeelden dat wanneer dit etiket op jouw hoofd wordt geplakt, dat men misschien niet in een rij gaat staan om je in de Vlaamse televisieseries of films de eerste rol toe te kennen. De advocaat dient nu een burgerlijke klacht in tegen de procureur, omdat Van Sande's vermoeden van onschuld is geschonden en zijn imago is besmeurd. Morgen beslist de raadkamer in Veurne of de prof aangehouden blijft.